Weet je, ik sta hier dus al 2 dagen. Hè. Dit is voor mij dag 3. Wat ik dus merk, en ik vind het heel lullig, is nu start de 50, dan is iedereen er. Ja. En dan start zo meteen de 40, dan is het al ietsje rustiger. En dan start daarna de tweede gevecht, is nog rustiger. Maar als de 30 start, staat hier dus niemand meer. Nee, maar dat is gewoon te vroeg, want na 8 uur is dat ook gewoon... Ja, maar die mensen die hebben toch ook een beetje support nodig? Ja, ben ik het helemaal mee eens, maar dat is wel iets te veel, denk ik. Als je aan het feesten bent, dan is 8 uur te vroeg om door te gaan, zeg maar. Dan kun je niet meer naar bed. Nee, precies, dan is het gewoon al te licht. Ja, dat is waar. Hé, Willem, jij bent hier ook met een speciale reden, hè? Want je komt iemand specifiek, het is voor mij ook vroeg, specifiek uitzwaaien. Ja, mijn vader loopt de 50, dus ik sta hier ook gewoon vroeg. Ja, 4:15, dat is natuurlijk niet zo erg. Nee, dan ben jij net uit de kroeg. Ja, net. Ja, we moesten naar buiten toe, want het ging dicht. Ja, snap ik. Ja, dus ja, voor mijn vader even uitzwaaien nog. Hoe gaat het met hem? Nou, gisteren had hij blaren opgelopen, dus dat is verzorgd. En we hopen dat het goed gaat komen. Maar het is voor hem de eerste keer dat hij 50 loopt, vooral 40. Dus ja, het wordt spannend. En heb jij dan nu ontzettend het gevoel dat jij volgend jaar zelf wil gaan lopen? Nou, eigenlijk wel. Oh, echt? Ik had vanmiddag stond in Beuningen aan te moedigen met een vriend van mij. En hij is net zo lang als ik ben en we lopen allebei redelijk door. Dus we dachten van, nou, weet je, volgend jaar gaan we het gewoon doen. We gaan gewoon meelopen, 50. En toen was je nuchter toen je dat zei? Nee. Maar dat is het probleem, hè? Want je hebt niks getekend of... Nou, we hebben handen geschud en een foto gemaakt en er is een getuige bij. Dus we moeten gewoon, we moeten gewoon. Oh jee. Ja. Dus volgend jaar als ik hier weer sta, dan zie ik jou hier als wandelaar. Ja, denk ik wel. Maar dan ben ik aan het lopen nu. Ja, maar dan ben ik hier dan weer om jou uit te zwaaien. Okay, dat is goed. Zullen we daar dan ook nu handen schudden? Nou, en dit is dus echt voor 5 miljoen kijkers, hè? Minstens. Dus en het is opgenomen, hoor ik net. Ja, vet. Ja? Gaan we doen. Zie ik jou volgend jaar als wandelaar? Dat gaan we doen. Leuk man, dankjewel. Ja, dankjewel. Ga je nog biertje drinken? Zeker. Oké, gaan we dat doen. Terug naar jou. Yo, je wandelaar Willem dus, die gaat volgend jaar meedoen. Dan weet je dat alvast dat je hem kunt tegenkomen. Ik zie een hoop gezelligheid op straat, Daan. Ja, zeker weten. Dat komt helemaal goed. Ik sta hier met Bas en Sam. En Sam is vandaag de tweede die ik spreek die met ze heeft beloofd dat hij volgend jaar met zijn vader de Vierdaagse gaat lopen. Ja, zeker. Hij vroeg het aan mij. Nee, ik lul niet. Nee, ik lul niet. Lul jij? Nee, maar hij vroeg aan mij van, wil je met mij de Vierdaagse verlopen? Ja, ik zei, dat is goed. Anders moet je hier een beetje feesten. Ja, je kan beter gewoon lopen, toch? En heb je dingen beloofd? Ik heb wel beloofd, ja. Want dan moet je het wel doen ook. Ja, maar dan ga ik ook weer doen. Wat ga je doen? Dan moet je ook trainen en zo, hè? Ja, ik ga ook wel trainen. En dat is lastig. Ja, dat is wel lastig, maar ja. Ja, want dan weet jij, want ik zie dat jij een bandje om hebt. Dus ja. voor hoeveel kilometer ga jij? Ja, Bas. 50 als het uitkomt. Als het uitkomt? Op mijn topdag 50. 50 pils? Nee, de helft. Oh, hey, maar even, jullie hebben een aardige haag gebouwd hier. Zo, ja. Hebben jullie dit georganiseerd? Ja. Aantrekkingskrachten. Is dat zo? Ja. Wat moet je daarvoor doen? Ja, gewoon jezelf zijn, hè. En dan lukt het jou om zoveel mensen hier bij elkaar te krijgen? Zingen. Wat is het? Bij de start van de Vierdaagse gingen mensen roeien met verkeersborden. En iedereen ging zitten. Het was een gekke huis. We gaan nu met z'n allen meelopen deze dag. Want we hebben nog een minuut of 7. En dan begint de 40. Wat gaan we doen? Oh, hey, 40. 40. Volgens jou zijn 50 met 2 kratjes bier aan iedere hand. Dan moet jij van deze mensen allemaal vragen. Die lopen 40. Ja, 40 voor poetsen. Vind je dat? Nee, wij maken een 60. Ze zijn allemaal harde jongen, allemaal respect en zo, maar we moeten wel gewoon goed de 50 lopen, toch? Ja, misschien moeten we wel even zorgen dat die haag weer een beetje werkt, toch? Ja, niet? Ja, gaan we zeker even organiseren, dan gaan we even kijken hoe jullie dat doen. Altijd respect voor de 40 mensen. Vind ik ook. Ja, het zijn meer dan 40 mensen, moet je kijken. Zou je het zelf doen of niet? Nee, man. Veel te lang. Daarom. Veel te lang. Nee, ik sta al hier. Dikke respect. Ja, dat dacht ik. Ja, daarom. Ik vind het een eind weg, hoor. Helemaal mee eens. Fijn. We blijven dan mee. Is 50 kilometer niet veel te veel? Ja, dan moet je vragen aan de mensen die al weg zijn. Hé, maar jongens, zullen we even die haag gaan bouwen dan? Ja, jij hebt je aantrekkingskracht, misschien moet jij dat even doen. Ja, doe maar even. Kom op. 50 kilometer is wel ver. Vind jij 50 kilometer ver? Ik vind 50 kilometer wel ver. Veel te ver. Ja, maar het kan gewoon net iets minder. Je kan ja, deze mensen lopen 40. Je kan toch ook heen en weer en dan is het gewoon goed. Ja, maar 40 is dan weer te weinig. 45 zou perfect zijn. Ik zou het even voorstellen, volgens mij zit de organisatie daarboven. Als jullie nou even naar de organisatie gaan. Dan gaan wij hier even die haag bouwen. Ja? We gaan een organisatie. Doe maar, is goed. Mike, het is licht chaotisch, maar wel gezellig. Het is heerlijk gezellig. Als de drank is in... Sorry? Misschien kan Angelo even kijken of de haag al werkt. Ja, Angelo Huisman, de cameraman van vandaag. Even... Ja, kom maar. Daar gaan we. Jongens, even voor de camera. Oh. Ja, dat gaat toch goed, hè?
Als de drank is in de man, is de wijsheid voor de vierdaagse lopers dichtbij. We gaan naar de wedstrijd. Cameraman Angelo Huisman en Daan Wijfje. Verslaggever, waar zijn jullie? Waar zijn wij? Op de wedren, maar... wij staan op de wedren. Wij staan tussen de twee startpunten in. En we zijn eigenlijk een beetje aan het wachten. Ik zoek eigenlijk even iemand met... Ik heb inmiddels geleerd, iemand met een porto, want die weet precies hoe lang het nog duurt. 3 minuten. Nog 3 minuten? Ja. Oh, ik hoor hier nog 1. Kunnen we erover onderhandelen? Dan maken we er 2 van. 2, ik hoor hier 2. Gaan we voor 1,5? We gaan bijna los. Ja, en... Hoe weet u, er wordt uiteindelijk wordt er omgeroepen, toch? Ja. Er wordt dadelijk geroepen van dat we kunnen gaan starten. Ja. Is dat nu al? Nee, nog niet, hè? 9, aftellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, we zijn los. Daar gaan we, hoor. Mensen die voorop staan, die willen ook een beetje doorlopen. Meneer, heeft u er zin in? Ja, prima. Gaat het goed? Ja, goed. Ja? Heel goed. Last van blaren? Nee, helemaal niet. Kijk, dus het gaat vandaag helemaal... We hebben gelopen, 1200 kilometer in het jaar. Oh, dus dan komt het helemaal goed. Ja. Heeft u er zin in vandaag? Wat is het leukste vandaag, de Zevenheuvelen? Ja, het is allemaal leuk. Alle dagen is leuk. Ja, dat geloof ik meteen. Ja, waar je erbij bent. Oh. Veel plezier. Ja, dankjewel. Het waren de kortste 4 minuten die ik ooit heb gehoord, hè, Daan. Wat zeg jij, Mike? Het waren de kortste 4 minuten die ik ooit heb gehoord. Het waren zeker weten de kortste 4 minuten die ik ooit heb gehoord. We zijn zo weer bij je terug. Ik heb zo net van de regie gehoord dat als je alles wilt weten over Daan, moet je nu gaan luisteren, want Daan wordt geïnterviewd. Ja, je mag. Nou... Onze reporter, ik ben even de naam vergeten, weet je ook Daan. Weer? Ik heet Daan. Daan. Oké, we staan hier bij Daan. Daan, hoeveel keer is dat we hier, dat jij hier met die Vierdaagse staat met jouw microfoon? Nou, dit is de 103e Vierdaagse. Nee, het is eigenlijk de eerste keer dat ik deze hele Vierdaagse hier sta. En de volgende jaren, wat heb je toen gedaan? Soms heb ik gewoon gewerkt, soms moest ik de hele avond feesten. Houdt feest ook in de wandelaars supporten of dat niet? Uiteraard, ja. Ik vind het is eigenlijk een verplichting als je gaat stappen. Dan moet je hier om 4 uur staan en dan moet je de mensen gewoon gaan aanmoedigen. Ja, dat is zeker waar. En als je dan echt een bikkel bent, dan blijf je tot 7:30. Want om 7:30 start het 30 kilometer. En dat is toch wel, ik sta hier nou 2 dagen. Heb je dat al een keer gedaan of niet? Nee. Ik heb alleen de avondvierdaagse gelopen. Avondvierdaagse, oké. Maar waarom die van 7:30 niet dan? Die van om 7:30 start het 30. Ja. Dan is iedereen nog gewoon in bed. En dat vind ik zo treurig. Ik sta hier nou 2 dagen en kijk achter je hoe druk het nu is. Dat is zeker waar. En als je hier om 7:30 nog... Jij staat hier natuurlijk nog om 7:30. Jij bent een reporter. Jij bent gewoon aan het werk. Ja, nee, ik moet je heel erg bekennen dat ik dan wel lekker in mijn bedje kruip. Maar dat doet dus iedereen. Ja, dat snap ik helemaal. We moeten dachten, nou moeten we ook weer fit zijn. Ja, hè? Maar de mensen die de 30 lopen, die moeten dus alleen starten. Dat is toch zonde? Ja, zeker waar. Wat kunnen we daar nou aan doen? Ja, ik denk dat het ook wel met muziek te maken heeft. Kijk, we zijn van de radio. We willen natuurlijk ook wel muziek draaien. Maar ja. Welk nummer kunnen we nou gewoon draaien om die wandelaars te supporten? Nou, ik zou zeggen dat in principe alles van ABBA goed is. Alles van ABBA? Oké. Ik speel zelf in een bandje en we sluiten meestal ons concertje af met de nummer Gimme, Gimme, Gimme. Wat vind je daarvan? Ik vind Gimme, Gimme, Gimme van ABBA vind ik geweldig. Oké. Dat zou echt voor mij echt een droom zijn. Ja. Als ik mijn vierdaagse zou kunnen starten met Gimme, Gimme, Gimme. Nice. Maar dan wel live door jou gespeeld. Ja, ik geef mijn gitaar en ik doe het, zou ik zeggen. We gaan een gitaar zoeken. Oké, dat doen we zo meteen. Ik heb nog één hele brandende vraag voor jou. Ja. Wat vind je van de situatie in Jemen? Jemen. Ja, daar ben ik nooit geweest, dat boeit me eigenlijk niet. Oké, maar er is momenteel een burgeroorlog gaande. En wij staan hier te feesten. Ik hoorde dat we moeten afronden, heel jammer. Oké, moeten we afronden? Oké, dat was me waar genoegen. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze microfoon. Ik geef hem graag terug aan jou. Ja, dat vind ik fijn. En alle luisteraars wil ik bedanken voor dit mooie moment. Was wel een hoogtepuntje in mijn... In de camera ook bedankt zeggen. Was een hoogtepuntje van mijn carrière. Over en uit. Tot morgen. Goed gedaan. Even terug naar Daan Wijfje op de wedren. Ja, zo'n Golden Globe is mooi, maar niet zo'n mooiste Vierdaagse kruisje, hè? Zeker niet. Ach, de mensen hier, het is druk, man. De afgelopen 2 dagen, ik maak me een beetje zorgen. Zeker gisteren was het voor Roze Woensdag best wel rustig. Maar nu, het is gewoon
Ja, het is donker, dus je ziet het niet. Als ik zeg het ziet zwart van de mensen, maar het is echt, is bijna niet om doorheen te komen. Het is echt super gaaf. Wat ik trouwens net wel miste, je was bij de start van de 40 kilometer. En gistermorgen hadden we daar een dame die de warming-up deed. Is die alweer ergens in zicht voor dadelijk? Ik ben aan het zoeken. Maar ik kan ook gezien het fanatieke gevoel waarmee ze dat gisteravond deed, kan ik me voorstellen dat ze misschien, of gisterochtend deed, kan ik me voorstellen dat ze gisteravond misschien een avondje rustig aan heeft gedaan. Dat snap ik. En ja, ik kom er even op terug. De eerste dag sprak jij Bart uit Graven. Ja, ik heb Bart nog niet gezien. Bart nog niet gezien, hè? Ik heb Bart nog niet gezien. Ik ben hem ook aan het zoeken. Maar ik heb ondertussen zo'n soort smoelenboek, weet je wel, met mensen waarvan ik denk, die moet ik even opzoeken. Maar Ik heb Bart nog niet gezien. Je hebt gewoon zo'n scan in je hoofd. Dan denk je van, oh ja. Ja, zeker. En iedereen zegt, ja, maar ik zie je morgen weer. Maar dan... Toch niet, nee. Toch niet, hè? Nee. Het is wel, ik hoor zelfs op de achtergrond gitaren en zo. Het wordt echt, het is één groot feest. Misschien dat het vandaag eindelijk gaat lukken om 7:30 hier nog mensen te hebben. Ik ben heel benieuwd. En ik ben benieuwd of je ook nog een gitaar kunt vinden voor Gimme Gimme Gimme. Ja, ik heb in ieder geval, er staat daar een gitaar, er staat daar iemand die hem kan spelen, dus heb je het gezien, er staat daar iemand met een gitaar. Tot zo, Jan, wie heb je bij je staan? Ja, even niemand, het is een beetje zo druk als het hier is, zo vluchtig is het ook. Ja, ik zie het. Ik dacht net, ik ga even op zoek naar die jongen met die gitaar en die is volgens mij alweer naar huis. Want zo gaat dat dan. Ja. Mensen gaan, gaan heel snel naar huis. Ik kan even gewoon wild vreemde vragen. Ik zie een paar dames. Zullen we even een paar dames vragen? Is wel eens leuk, hè? Ja hoor. Ik heb alleen maar mannen hier. Dames, mag ik jullie even wat vragen? Jazeker. Je bent live op televisie. Oh, leuk. Hoe gaat het? Heel goed. Ja? Ja, zeker. Hoe lang sta je al hier? Een tijdje. We komen net van Nijmegen de stad af. Ja. En we zijn nu even mensen aan het uitzwaaien. Ben je gaan stappen? Ja, Sven, ja. Is het de eerste keer hier? Vaker. Je staat deze vierdaagse ook al vaker? Oh nee, van deze keer nog niet. Oh, maar anders wel. Ja. Is het dit jaar leuker dan andere jaren? Zeker, gezellig sfeertje. Ik heb het idee dat het dit jaar beter is. Ja, zeker. Maar ik weet niet zo goed waarom. Ja, iedereen is lekker enthousiast. Ja, maar dat is altijd. Ja. Ja, het gaat goed. Oké. Okay. Heb je nog een soort van geheime truc om mensen echt ultiem goed aan die dag te laten beginnen? Een lekkere high five te geven. Ja. Succes te wensen. Beetje geluid vinden ze leuk. Oké, okay. Nou doe even anders. Dan kijken we even met je mee. Maar dit is de truc. Klappen en high five. Doe ik even met je. Ja, oh, het werkt ook nog. Ja, dat gaat helemaal goed, Mike. Ja, ik hoor het. Je zou eigenlijk even deze kant op moeten komen. Ja, maar dan wordt het even zo stil. Even een beetje high-fiven. Ja, en ik heb iets geleerd gedaan. Ik heb iets geleerd. Je hebt iets geleerd? Ja. Een beetje lawaai vinden ze leuk. Ja, dat vinden ze leuk. High-five vinden ze leuk. Ja, zeker. Dank je wel. Ja, dat klopt. We zijn een Prins-Bernhard-straat opgelopen. En het leuke is dus dat het maakt eigenlijk niet uit. Zover als je kunt kijken, staan er nog mensen. En die staan hier te supporten. Nou, mag ik even een klein stukje met de meelopen? Zeker, dat mag zeker. Hoe gaat het? We kunnen gewoon door. Goed. De camera staat daar, dus we moeten langs wel een beetje. Hoe gaat het? Hartstikke goed. Ja, ik vind dat iedereen er nog zo fris uitziet voor 3 dagen. Nou ja, goed. Voldoende rust, voldoende verzorging. Alles komt goed, dus lekker weer. Mooi dus, weer. Wat gaat er vandaag inhouden? Dat we het weer halen. Dat we het weer halen. Gaat het lukken? Gaat zeker lukken. Dat denk ik ook. Veel plezier vandaag, hè? Mevrouw is prachtig in een roze woensdag outfit, maar het is natuurlijk donderdag, maar dat maakt verder natuurlijk niet uit. Zullen we er nog eentje doen, Mike, of niet? Zeker, doe maar. Ga door. Loop ik gewoon even een stukje terug. Dan ga ik mensen gewoon even ophalen. Het is dus echt waar, er zijn heel weinig mensen die een beetje moeilijk lopen. Ja, iedereen loopt fris en fruitig vandaag. Ja, degene die moeilijk lopen, zelfs zijn degene die, deze, die zijn uit de stad komen. Mag ik me vragen, hoe gaat het? Afgelopen dagen ook? Ja. Goed doorgekomen? Ja, zeker. Hoe kan het nou dat iedereen dit jaar nog fris is? Geen idee. Is het lekker wandelweer? Ik denk door het weer. Of is er een ander geheim vandaag? Dit jaar? Warm, maar. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat het ook een beetje het weer is. Vandaag weer zin in? Ja, zeker. Veel plezier. Gaat het lukken, hè? Goed, Daan. Ik zei net al, degenen die het moeilijkste lopen zijn degenen die uit de stad komen rollen. Maar de lopers, dat is zeker waar. De lopers gaan echt goed. Die gaan als de lopers gaan echt allemaal goed. Ja. Het ziet er allemaal goed uit, hè? Ja, lekker bezig. Dank je. Ik krijg gewoon een complimentje. Ah, terecht. Kijk, je ziet er stralend uit. Even zwaaien aan de mensen. Ja? Ja, echt. Fijn. Zo op de vroege morgen, hoe doe je dat? Dankjewel. Ik wil je geheimen straks even horen. Veel plezier.
En ook hier zit iedereen echt schrikbarend fris uit, hoor. Ja, ik zie mensen blij kijken, Daan. Als ik te horen krijg, ik moet vandaag 40 kilometer lopen, dan kijk ik niet zo blij. Nee, precies. Maar en iedereen loopt ook gewoon heel gemakkelijk, alsof er geen blaren op zitten. Ik zag net wel iemand zeg maar, in de achtergrond heel moeilijk stretchen. Dus misschien dat we die zo meteen nog even kunnen vragen hoe het echt met haar gaat. Maar over het algemeen gaat het hier prima. Ja. Ga jij niet lopen vandaag? Zeg je nou, ik ga niet lopen? Lekker staan. Nee, ik blijf lekker staan. Waar sta je op te wachten? Op mijn vriendin. Oh, en waarom was jij al eerder dan? Omdat ik in de andere rij stond. Oh, dat doe je goed. Oké, okay. Heb je er zin in vandaag? Hartstikke zin in. Hoe kan het nou dat iedereen er dit jaar zo schrikbarend fris uitziet op dag 3? Beetje make-up uit een doosje, joh. Oh, dat zal ik niet doorvertellen. Veel plezier hè, vandaag. Ga jij ook lopen? Ik kom net de discotheek uit. Dus jij, oh, je bent uitgelopen? Ik ben net uit de discotheek gelopen, maar dat was wel heel gezellig. Het is kwart voor zes, man. Er is toch geen tent die om 5:45 nog open is? Vijf uur. Carolus Magnus of zo. Carolus Magnus? Carolus Magnus, dat bedoel ik. Jij bent een studentenvereniging geweest? Ik ben een studentenvereniging geweest. Hebben ze daar ook biertjes? Ja, en mixdrankjes en alles wat je wilt. En die heb jij wel gedronken? Nee, ik denk niet. Oh, gelukkig. Nee, dat is niet. Maar jij moet je nog lopen nu? Ja, ik doe mee. Je doet mee? Ja, dat doe ik mee. Nee. Ik sta hier op de wedren. Ah, dat is een beetje zwak, hè? Ja, ik zou wel willen, maar we hebben heel snel geen bereik meer. Na een kilometer of twee, dan valt het bereik weer. Zie je zijn stekeltjes? Als je daar een antenne in plaatst, die van hem, ja. Dan bereik je alles. Nou, laten we dat even gaan. Sta jij nog voor een speciaal iemand hier? Ja. Speciaal biertje. Nee, speciaal iemand. Is er nog iemand hier voor wie jij staat om uit te zwaaien? Ja, mijn vader en moeder. Mijn vader en moeder kijken live mee. Je loopt nog steeds, wat goed. Ik ben hier vandaan. Ik ben hier vandaan. Nou, loop een stukje met hem mee. Ja. Veel plezier. Ik ga nou weer inhalen. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Mike, het is hier gezellig druk. Ik zoek iemand kan uit. Niet anders zeggen. Ik zoek iemand mee, dat is die. En ik... Er zijn heel veel mensen. Michael! Ja. Ik zoek iemand mee en dan loop ik wel mee en dan komt het wel goed. Zo werkt het zo ongeveer. Hè. Dan kijk, dat het is gezellig bij Daan, hoor. Oh! Ik doe even een stapje opzij. Wij komen uit Nijmegen, dus we kennen natuurlijk wel. Oh, dus het zijn ook buren, familie, vrienden. Alles en nog wat, ja. En want je vertelde net je collega's uit Den Bosch. Ja. Vertel eens. Ja, die lopen voor het eerst mee en die ga ik dadelijk zien hier. En jij weet niet waar zij vandaan komen, maar ze weten wel dat jij hier staat. Precies. Dus we hebben hier afgesproken. Ja. Dus even voor jouw beeld, Mike. Het is de meest centrale plek ongeveer van de hele Prins Bernhardstraat. Het is op de vluchtheuvel tussen de twee startpunten. En de twee andere startpunten zijn zeg maar 100 meter verderop. Kan eigenlijk niet misgaan, denk je? Nee. Waarom loop je zelf eigenlijk niet? Ja, we vinden het eigenlijk nog te leuk om ook iedere avond... Wij wonen in de stad. Ja. En wij vinden het eigenlijk nog te leuk om iedere avond ook een drankje te gaan doen. Ah, maar dat kun je toch best combineren? Doen. Ik heb het met mijn vriendin afgesproken, volgend jaar gaan we lopen. En dan toch s'avonds naar de zomerfeesten? Ja, dat weet ik dan niet, hè. Dat wordt spannend. Ja. En ga jij dan meelopen? Nee, ik heb één keer meegelopen en dat vond ik genoeg. Eén keer is genoeg? Ja, één keer is genoeg. Ja, precies. We gaan wachten hier. Ja, we gaan wachten. Het wordt wel rustiger nu, hè? Ja, ze gingen even plassen en ze kwamen eraan, dus ik verwacht ze. Oh, dat zal dan daar wel zijn. Dan zullen ze daar wel ergens achteraan sluiten. Ah, okay. We gaan het zien. Het is wel één voordeel, Daan. We hebben in ieder geval twee mensen die de 30 kilometer kunnen gaan aanmoedigen. Ja, dat sowieso. Misschien moet ik ze dat nog even vragen. Ja, dat is een goed idee. Zal ik dat even doen? Ja. Ja, we hebben een kleine uitdaging. Daar moet ik het nog even met jullie over hebben. Er staan hier natuurlijk vanaf 4 uur heel veel studenten en mensen die rechtstreeks uit de stad komen. Om 4 uur is het hier supergezellig. Maar om 7:30 start het 30. En dan staat hier dus niemand meer. Oh. Dat is toch treurig? Ja. Dat is wel treurig. Kunnen jullie hier tot 7:30 blijven staan? Een beetje aanmoedigen. Als je voor ons koffie haalt, dan gaan we dat doen. Deal. Kijk. Ik zorg voor koffie en dan blijven jullie staan. Wat voor koffie drink je gewoon? Zwaar, cappuccino? Cappuccino is lekker. Cappuccino. Ja. Voor jou? Ja, lekker. Ik zorg dat ik hier zo meteen ben om 7:30 met 2 cappuccino. Ja, top. Geregeld. Eindelijk mensen die je ook kan vertrouwen, hè, op hun woord. Eindelijk. Komt, hoe vroeger de ochtend, of eigenlijk hoe later de nacht, nou, wat je wil, hoe betrouwbaarder de afspraak. Hoe later de nacht, hoe betrouwbaarder de afspraken. Ja, precies. Ja, precies. Laat maar komen. We zien wel hoe het gaat vandaag. Ja. Ja. We zien wel hoe het gaat vandaag. Ja. Want het is inmiddels dag 3. Eigenlijk de reden dat ik zag jullie hier zo zitten, zo met z'n vijven. Zo lekker relaxed, rustig aan, gezellig. Ja. 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 Ik dacht, die lopen al 40 jaar de Vierdaagse met elkaar. Maar het is de eerste keer, hè? Dit is voor ons de eerste keer, ja. Ja. We hebben heel vaak naar de feesten zijn we geweest, natuurlijk. Ja. En we hebben ze ook heel vaak aangemoedigd aan de zijkant. Maar we zeiden altijd van, we gaan toch één keer gaan we meedoen. Dit voorjaar hebben we gezegd, we gaan ons aanmelden. En we zijn
eigenlijk, met veel geluk, alle twee ingelood. Dus we konden gelijk mee lopen. Wat fijn. En ook nog in dezelfde groep. Want je kunt natuurlijk ook vroeg of laat starten. Ja, dat kun je allemaal aangeven. Maar we hebben... Hé, waar is mijn bandje? Oh ja. Oh ja. Hij zit er nog, gelukkig hè. Dat was even schrikken hè. Ja. Daar ging dat hele relaxe gevoel. Ja. Nee. Jullie zitten in dezelfde groep. Wat is dit? Welke is dit? Gladio. Dit is de Gladio. Oh ja, oké. Okay. Iedereen heeft een eigen groep? Ja, wij hebben de Gladio. Ja, hun hebben ook de Gladio. En wat is de andere? Er zijn is de... twee groepen. Er zijn twee groepen. En Gladio. Wandelschoen en Gladio. Ja. En jullie zijn Gladio? Ja. En wij starten vandaag vroeg. En morgen hebben we de late start. Dan is het extra gezellig op de Via Gladiola. Daar hebben we ook voor gekozen, ja. Ja. Je kon daar echt voor kiezen? Ja, nou in zoverre, je krijgt het aangewezen, maar stel deze even, ik wil de laatste dag toch vroeg beginnen. Dan mag dat. Dan kun je dat omruilen. Via mijn vierdaagse kun je veel zelf regelen. Ik leer weer dingen bij hier. Ja, nee. Geweldig. En daarvoor zijn we ook gekomen. Ja, precies. Nou ben ik nog even benieuwd, want u zei we gaan één keertje lopen. Waarom dan precies dit jaar? Nee, niet één keer. Nee. We moeten hem een keer gelopen hebben. We moeten hem... Ja. Lijkt ons leuk. We vinden het leuk om mee te doen, zegt u. Lijkt ons leuk om mee te doen. Ja. En tot op heden is het leuk. Tot op heden is het leuk. Ja, zeker weten. Gelukkig maar. Vooral met die mensen. Inmiddels is Daan even... Lijven, hè? Ah, daar is hij. Ja. Je weet nooit wat je lijf doet, hè? En tot nu toe gaat het goed? Ja. Geweldig. Nou, laten we eerlijk zijn. Dat je gewoon met z'n tweeën er kunt lopen en ook nog een beetje hetzelfde tempo. Ja. Dat is wat dat betreft wel heel erg prettig. Dat is ideaal. Ja. Het is nog 20 minuten. Ja, wij gaan heel langzaam opstaan. En dan gaan we ons daarbij voegen en dan gaan we zorgen dat we een beetje op tijd weg kunnen. Veel plezier vandaag. Hey, voor jullie allemaal. Dankjewel hè. Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er nog mensen van die lichting zeg maar aanwezig? Nou, ik dacht ik ga eens even kijken of er überhaupt nog een beetje support is. Maar Angelo, als je nou die kant op kijkt, hè, het was echt vanochtend stampersvol. Oh god. Ja, het is een beetje treurig hoor. Ja. En het is pas 6:30. En de mensen die jij cappuccino hebt gegeven, waar zijn die? Ja, die hebben heel lief ja geknikt, zijn toen heel snel weggegaan. Ja, zelfs cappuccino. Dus ik weet niet, misschien moeten we morgen met petjes komen of t-shirts of... Ik weet het niet. Misschien moeten wij daar even over nadenken in de vergadering die we zo meteen nog moeten gaan beleggen. Kijk, er zijn hier wel vier mannen, die staan hier wel... Ja, jongens, zijn jullie nog hier of al hier? Nee, we zijn nog hier. Jullie zijn nog hier? Ja. Hoe gaat het? Op zich wel goed. Er wordt serieus voor je geklapt hier. Van mij niet. Ja, mijn oortje wordt er geklapt. Nee. Dat jullie er nog zijn. Ja. Toch, Mike, of niet? Ja, zeker. Het is een schappelijke tijd. Jij vindt het een schappelijke tijd? Ja. Dit is wel een normale... Nee, dat niet. Maar... zijn jullie op stap geweest? Of? Ja. En toen? Nou, toen dacht ik van, hey, laten we lekker naar huis gaan. Toen zagen we de mensen lopen en toen dacht ik, hey... Hoe laat waren jullie hier dan? Wat zal het zijn? Een half uurtje geleden? Ja. Half uur, maar jullie zien er serieus nog best fris uit. Jullie zien er frisser uit dan mensen die hier om 4:00 stonden over het algemeen. Ja, dat is ook logisch. Die mensen die gaan tegenaan knallen. Maar jullie hebben rustig aangedaan vannacht? Ja. Echt waar? Nee, natuurlijk niet. De hand er een beetje op, zodat je hier om 6:00 nog... We zouden om 6:30 nog niet staan. Nee, dat is wel waar. Nee. Ik vind het wel super gaaf, want deze mensen gaan dus om 6:15 starten. Ja. En toen, kijk, als hier om 4:00, toen waren jullie nog niet, maar dan worden er van die... Ik weet het, dan is het nog helemaal donker en dan is het eigenlijk het mooiste om erbij te zijn. Ja. Hebben jullie voor nu ook iets in petto dat je zegt van we hebben iets voorbereid zodat die 30 kilometer lopen? Nee. Oh. Nee. Kwartier? Ja. Als je gewoon over een kwartier zo'n beetje in het midden gaat staan. Daar kan ik me niet aan veranderen, nee. Nee? Nee, daar durf ik me niet aan te wagen. Als je er maar gewoon bent, ik denk dat al genoeg is. Daarom. Een beetje klappen, een beetje high five. Even klappen, dat moet lukken inderdaad. Ja. Nou, komt helemaal goed. Succes, jongens. Dat het niet met een scanner was, maar met een kniptang. Ja, joh, natuurlijk. Oh, ja. En hoe ging dat dan? Want daar kon je natuurlijk wel even omheen lopen dan. Ja, daar werd kon je veel... of zelf een gaatje erin maken en dan precies. Gewoon om een uur of 9 starten. Maar dat doet mij dan weer niet, hè? Als je echt de vierdaagse wil lopen, dan ben je, dat is een prestatie. Dan doe je dat niet. Dan doe je dat niet. Nee, je hebt gelijk. Je hebt eigenlijk ook wel gelijk. Nee. Succes, hè? Alleen maar lieve mensen. Ja, en dit gaat echt super vlot. Ja, die scanners werken echt heel goed. Goedemorgen. Waar is die meneer van de scanners? Heb je daar gesproken? Is er een meneer van de scanners? Ja. Goedemorgen. Succes. Dankjewel. En die komt elke dag met de scanners aan, bedoel jij? Ja, die komt ook af te kijken of het goed gaat. Ja. Oh, dan zullen we die eens even vragen of het überhaupt nog goed gaat. Ja, precies. Gaan we die zo eens even zoeken? Ja, laat ik jou even scannen. Ja, okay. Goed dan. Gaan wij naar het wereldnieuws van 7 uur. Wij spreken elkaar morgen weer, want ik ga het stokje overdragen. Oh ja, jij bent er natuurlijk vandoor. Aan Gerrie van Kampen. Ja, ik ga er vandoor. En tot morgen vroeg.
Ja, dankjewel. Ga je nog even naar bed ook, of niet? Ik ga zeker naar bed, want ik heb echt maar 3 uurtjes geslapen. En ik merk, ik heb koud. Dat is echt niet normaal. Morgen moet ik weer fit Mike, je moet en een beetje voor jezelf zorgen, hè? Ja, het is voor ons ook een vierdaagse. Ja, het valt allemaal niet mee, hè? Maar voor die wandelaars is het nog veel heftiger. Hé, hey, Daan, tot morgen. Ja, het was gezellig. Goed. Even gaan kijken dan op die wedrennen. Daan, goedemorgen. Goedemorgen, Gerry. Hallo. Leuk dat jij er ook weer bent. Ja, zeg even applaus voor jou, hoor. Zo, echt, al die dagen al. Ik vind het knap. Nou, applaus voor mij. Ja. Ik ga om achter gewoon mijn bed in. Ja, maar ik weet hoeveel... Dan moeten deze mensen allemaal nog 30 kilometer lopen. Dat is, maar ik weet hoe belangrijk jij bier vindt, dus... Dankjewel. Okay, ja, dat klopt. Hé, hey, Gerry, ik weet niet of je het nog weet. Gisteren stond ik hier op deze plek en toen stond Femke op het betonblok. En die stond, nou ja, in ieder geval tot aan rij 3, want dat was een beetje een probleem. Maar na rij 3 gebeurde het niet meer echt. Ja. Tot aan rij 3, iedereen helemaal te enthousiasmeren en te warming uppen. Ja. Femke, we zijn op dag 3. Hoe is het vandaag? Goed. Nou, gisteren was het heel zwaar. Gisteren was het heel zwaar? Ja, zeker. Want gewoon vanwege het weer en zo. Dus want dan was het te warm? Ja, heel warm en pijn aan mijn voeten. Vooral de tweede dag is wel lastig. Dan ben je net... De eerste dag gaat het wel goed, maar dan de tweede dag moet je dan de tweede keer opstaan. Om ja, de meeste uitvallen, zeg maar. Ja. Dus, ja, dat is wel... Ja. Maar gaat het dan vandaag nog wel lukken? Zeker weten. Mijn vader gaat me gewoon, als het niet lukt, gewoon doorheen slepen. Ja. Goed eten, goed drinken, rusten. Ja. Moet je dat nog even voor de zekerheid aan je vader vragen? Ga je dat doen? Sleep je dat er doorheen? Ik sleep haar elke nacht er doorheen als het moet. Heeft ze dat nodig? Ik hoop het niet, maar als het moet, dan ben ik er wel. Dat moet je als begeleider, hè. En heb jij het al een beetje nodig gehad? Ik heb het helemaal gelukkig niet nodig gehad. Want met jou gaat het goed? Geen spierpijn, helemaal niks? Pijn niks, helemaal niks. Dus ik weet waar ik aan begin. Ik heb 15 keer de vierdaagse op de 50 gelopen. En nu sinds 2 jaar dan voor haar opgegeven de 50. En dan speciaal voor haar dan nu de 30 gaan lopen. Geweldig. Hey, en dan vandaag dus die 7-heuvelenloop. Of die 7-heuvelenweg moet ik zeggen. De loop is natuurlijk de hardloopwedstrijd, maar de 7-heuvelenweg. En die heb je dan ook al een keer gelopen? Ja, 1 keertje. En nu? Kijk je ernaar uit? Ja, één kant zit er wel een beetje tegenop. Maar wel spannend. Maar het is 4 van de 7 heuvelen, dus ja. Valt eigenlijk wel mee? Ja, eigenlijk wel. En je bent al over de helft, hè? Ja, dat is wel fijn. Dan denk ik van, als het nou zeg maar de frissere dag is, dus nou kan je bepalen van, als ik nu binnenkom, dan ga je morgen sowieso ook redden. Dus ja, dat is nog maar 1 dag en dan is de laatste 10 kilometer is alleen maar feest. Ja, dat zeker weten voor alle mensen langs de kant, enthousiasme. Dus. En morgen mag je vroeg starten? Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat geloof ik. Heb je lekker de tijd? Ja, en dan kan je ook een uur lang lopen, 6 uur. Ja. Dus, zullen we dan afspreken dat we morgen vroeg dan weer op het blok gaan staan? Ja, is goed. Ja? Deal. Deal, hè? Deal. Deal, doen we dat. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Papa ook, hè? Dankjewel. Heel veel succes vandaag. Gerry, terug naar jou. Ja, dankjewel, Daan. Nou, ik denk dat we wel even op zoek moeten naar de energie voor Femke dan heel even nog. Ja, dat denk ik ook. Ik ga wel even hier op de hoek kijken of we nog wat kunnen vinden. Je weet nooit. Dankjewel, Daan. Tot later. Druk met de Vierdaagse. En dus is Daan, denk ik, ergens op de wedren. Daan. Ja, dat klopt. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen. Het is, we zijn weer gestart. Net tijdens het nieuws om 7:30 is de laatste groep 30 kilometer lopers gestart. En ja, dat is eigenlijk gewoon weer een hele grote groep. Kan niet anders zeggen. Het zijn allemaal mensen die er... Nou, over het algemeen vind ik überhaupt dat mensen er wel allemaal fris uitzien vandaag. Ja, maar 30 is natuurlijk wel zo'n afstand van oké, dat is jeugd en dat zijn wat ouderen, denk ik, toch? Dus die... Ja, ze zijn over het algemeen iets jonger en wat ouder. Ik zie hier bijvoorbeeld 2 hele jonge mensen. Dag jongens! Hoe gaat het? Goed. Ja? We zijn daar op de camera momenteel. Dag 3, hè? Ja. Hoe zijn dag 1 en 2 gegaan? Goed, maar wel vermoeiend. Twee was het vermoeiend. 1 was echt heel leuk en gezellig. Ja, lekker. Maar gisteren was maar ver weg. Ja. En de stom over zandpaden. Oh. Ja. En nu dan? Want vandaag is dag 3. Vandaag zou heel leuk worden, zeggen ze, want dan loop je met heel veel mensen en dat is heel gezellig. Ja, maar je liep gisteren ook met heel veel mensen. Ja, maar nu staan er meer mensen aan de kant. Oh, heel veel mensen aan de kant bedoel je? Ja. Is voor jullie de eerste keer? Ja. En ga je volgend jaar weer meedoen of weet je dat nog niet? Dat weet ik niet, maar ik heb wel al een belofte met iemand anders. Wat dan? Dat hij volgend jaar met mij meeloopt. Wie is dat dan? Iemand uit het dorp. Die loopt met jou mee volgend jaar? Ja. En wil je hem daar nog even aan houden? Ja. Dan moet je misschien even nu in de camera even tegen hem zeggen. Dat je dat niet vergeten bent. Nee, dat vergeet ik niet hoor. Maar met wie had je die afspraak? René Visser. René, waar komt René Visser vandaan? Oefeld. En ja, hij is René Visser uit Oefeld. Nijmegen, ja. Maar hij woont in Oefeld. René Visser, als je kijkt,
We vergeten dit niet, hè? En welke afstand ga je nou lopen volgend jaar? Ik denk 30. Ja, ga je niet voor de 40 of de 50? Veel te lang. Ja, 40 lijkt me wel de laatste dag lijkt me heel leuk, want dan ga je over dat pontje heen. Nee, over de brug. Ja, in Kuik bedoel je? Ja. Over die ponton? Ja. Ja. Maar wat je sowieso morgen gaat doen is over de Via Gladiola. Ja, en we gaan de medaille ding ophalen. Ja, staan er vandaag al mensen voor jullie aan de kant? Ja. Wie dan? Mijn beste vriend. Ja. En voor jou? Mijn broer en mijn zus en vrienden. En, die staan, en je weet ongeveer waar ze staan? Ja. Waar dan? Moi. In Groesbeek. Oh, dus bij de oliebollenkraam. Bij de oliebollenkraam. Ja, ik heb gehoord dat oliebollen heel goed helpt om het laatste stukje door te komen. Dus misschien dat wel een goede tip is. Goed, dat gaan we regelen. Hé, met wie lopen jullie? Met mama en papa, ja. Leuk. Nou, ga lekker lopen. Ja. Veel plezier. Goeie reis en tot morgen dan, hè. Doeg. RN7. Waar komen ze op? Nou, ze zijn net al geweest, hè, mam? Dankjewel, Daan. Ik spreek je later. Nou, daar gaan ze. Ja, dat is goed, joh. Helemaal goed. We moeten snel terug naar Daan, want die staat bij een tweetal, een dame en een heer. Ja, dat klopt, Gerry. Er kwam net een meneer naar me toe, die zei, wil jij een goed verhaal horen? En wat zei u toen? De eerste keer hiervoor was in 1983. Wat een gat. Ja. En dan nu bent u er gewoon weer bij? Ja. Vertel eens. Oh ja, ik was het in 83 zat. Al die voorbereidingen ieder jaar. Toen ben ik ermee gestopt. Ja. Kinderen natuurlijk. En dan, dan wordt het wat lastiger. En zij is in 2010 weer gaan lopen. Dus ik ieder jaar trouw naar Nijmegen toe. En op vrijdag van, ja, het kriebelt toch wel. Oh ja? Het is toch wel leuk. Ja. Weet je wat, volgend jaar doe ik weer mee. Nee. Ik niet. Nou ja, vorig jaar maar meteen logies geregeld. Dus, toen kon ik er niet meer onderuit. Nee, dat is een beetje zo'n pressiemiddel. Als de slaapplaats dan geregeld is, kun je er echt niet meer onderuit. Nee, klopt. Moest je wel weer gaan trainen en zo? Ja, dat hebben we wel gedaan, maar gisteren was een zware dag. Ik wou net vragen, hoe gaat het nu dan? Nu? Nu weer goed, maar gisteren? Ja, gisteren lang, spierpijn, ja. Warm. Ja. En dat was niet best. En eigenlijk heb je gisteren misschien wel een paar keer gedacht, ik snap wel dat ik er toen in 1983 mee gestopt ben. Ja, toen wel, ja. En hoe is dat nu dan? De spierpijn is weg en we gaan trainen voor morgen. Oké. Okay. En wat zijn jullie van elkaar? Wij zijn man en vrouw. Jullie zijn man en vrouw. Nou vertelde jij, je bent sinds 2010 elk jaar weer hier naartoe gegaan op vrijdag om je vrouw in te halen. Ja. Wie staat er nou morgen voor jullie om jullie in te halen? Niemand. Nou, dat is jammer, niemand. Mijn zus, want haar man loopt ook mee. Ja. Onze dochters zijn gisteren al geweest en onze zoon zit in Vietnam. Dus die kan niet even overkomen. Dus er is niemand om jullie in te halen op de Via Gladiola? Nee, kom jij dan. Ik zal er eens even over nadenken. Ja. Gerry, kunnen wij daar wat mee? Kunnen we even een oproepje doen of zo? Ja, we kunnen wel gewoon. Maar dan moeten ze wel herkenbaar zijn morgen. Dan weten we aan wie we bloemen moeten geven en zo. Dan ga ik dat even. Dan, als jullie nou zorgen dat je wat herkenbaars draagt. Ja, een hoedje. Is dat genoeg, Gerry? Wat denk jij? Ik denk niet dat het idee er is met een hoedje dan. Maar moeten we even een oproepje doen anders? Ja, misschien, is dat een idee? Wil je even een oproepje doen voor mensen die dan morgen aan de Via Gladiola staan? Dat is de camera, als je daarin kijkt. Beetje, misschien heb jij een zielig muziekje, misschien, ja, Gerry? Ja, heb ik. Ik start even wat op de achtergrond. Ja, oké, okay, dat is goed. Ja, okay. Als jullie dan even een oproepje doen in de camera. Nou, beste mensen, wij lopen de Vierdaagse weer. En, voor het eerst sinds jaren is er niemand die ons komt inhalen morgen. Dus, als jullie een geel hoedje zien, een charmante jonge dame met een kort kopje haar, moedig ons aan. En zo is het. En breng vooral ook gladiolen mee. Vooral dat, ja. Helemaal top. Hey, ga lekker lopen. Veel plezier. Okay. En morgen ook veel plezier. Ik hoop dat er veel mensen staan. Ja. Komt goed. Doeg. Dankjewel, Daan ook. Oh, dat die mensen dan vanaf Malles ongeveer bedolven worden onder de gladiolen. Ja, dat je ze niet meer kan tillen. 15 kilo gladiolen echt die laatste meter moet lopen. Dat je jezelf echt vervloekt van wat heb ik gedaan. Ook. Oh, wat een spijt. Wat een spijt. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Nou, zullen wij maar weer eens richting... De Vierdaagse. Ja, precies. Dat bedoel ik. Nou, Daan. We hebben nog 2 minuten te gaan en dan is het klaar met de start voor dag 3. Ja, en dat is een ding, hè. We zijn inmiddels op dag 3. Dag 3. En 8 uur wordt het dus gestopt, hè. Als we kijken, we staan hier dus bij een van de poorten. Daar staat dus ook niemand meer. Er wordt niet meer gescand. De poort hier tegenover op het Vierdaagseplein wordt niet meer gescand. Er is daar een bord op het Vierdaagseplein. Er wordt niet meer gescand. Er is er eigenlijk nog maar één.
Misschien moeten we daar even naartoe gaan. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Ja, Angelo, ga je mee? Kijk, daar komt hij aan. Angelo, heeft de keuze. Er komen dus mensen nu in alle rust die denken, ja, hallo, 8 uur, wat maakt dat nou toch uit? Maar 8 uur wordt er dus gestopt, hè? Oh, en daar zijn ze echt heel streng in. Dus we gaan even naar die post toe. Daar staat dus ook de meneer die elke dag keurig netjes de scanners ophaalt. En dat is dus nu ook aan het doen, want op 8 uur stopt het. Inmiddels staat de benenwagen, misschien kun je dat zien, Angelo. De bezemwagen die staat daar, dat is dat grijze busje. Oh, ja. Het idee is een beetje, als je daar achter loopt, ja, dan ga je het gewoon niet redden. Ja, want die rijdt op een tempo dat hij precies... Nee, precies. Nee, misschien hadden ze er zo'n grote boelbar voor op moeten schroeven. Ja. Dat je ook mensen subtiel een klein beetje vooruit kon duwen. Ik ga even kijken, want ik zie dat Ria weer degene is die de scanner nog heeft. Ja, hè. Als enige. Je krijgt ook een band met Wil je per se als laatste gescand worden? Altijd, ja. Waarom? Waarom zou je eerder beginnen? Dat is wel waar. Dat is toch zonde? En probeer je dan ook wel als eerste binnen te komen? Nee. Of als laatste ook? Nee, wat wij doen is als laatste starten. Dan lopen we heerlijk rustig. Mm-hmm. Hebben nog een puddingbroodje onderweg. Op een gegeven moment halen we de meute in. Dan wordt het tijd om te rusten. De meute loopt weer langzaam weg. Wij gaan weer op pad. En het is heerlijk rustig. Zo. Alleen op het laatst doen ze even niet mee. Oké. Okay. Dan zitten we midden in de meute. Maar ja, dan moet je wel. Ja. Succes, hè? Ja, bedankt. Ja, okay. Hoe weten we nou wanneer we de laatste hebben, Ria? De laatste minuut, hè? 15 seconden nog. Ik hoor 15 seconden op mijn oortje. Ik weet niet of het waar is. Is het toch 15? Maar er komt daar nog wel iemand aan. 3, 2, 1. Er komt daar nog... Meneer, bent u al gescand? Ja. Want anders bent u misschien wel de laatste. Het is al. Het is. Ja. Ja, die meneer komt in alle rust. Ach, ja, maar die zat ook in een gemiste trein. Ja, en dan hebben we dus nu de allerlaatste. Hartstikke mooi. Nou. Ja, dan gaan we nu eerst naar de koffie. Dat is onderdeel van de strategie. Nu eerst naar de koffie. Ja, dat ook die mensen allemaal weg zijn. En het fijne is, overal ruimte. Heerlijk. Ruimte, kijk, want anders was ik wel met een reisje langs de Rijn meegegaan. Of naar een toppersconcert, want daar heeft het ook heel vaak wat weg van. Ja. En dat missen wij nog allemaal. Het is de meest onmerkelijke tactiek die ik in 3 dagen, 4 dagen heb gehoord. Als je een beetje voor je rust komt, werkt die perfect. Maar nu, sorry, we moeten aan de koffie. Ja, snap ik. Nou, laten we smaken. En goede reis vandaag, hè? Nou, okay. Zo kan het dus ook, Gerry. Hij loopt gewoon de andere kant op. Hij gaat gewoon koffie halen. Okay, ja, ik vind het prima. Voor mij mag hij dus gewoon. Maar nu is dus alles weg, alle scans zijn weg, alles is klaar. Alles is weg, behalve dus deze twee mannen die nog even koffie gaan drinken. Is het hier rustig? En ja, wat er dus nu gebeurt, is dat... Nou ja, dan moeten we eigenlijk misschien zometeen maar even vragen. Zometeen spreken we iemand van Albron, van de cateraar. Ja. En die gaat ons precies uitleggen wat er dan dus na 8 uur gebeurt. Okay, moet je nog gescand worden? Ja. Oh jee, dan ben je misschien wel te laat. Hmm. Ja, dat denk ik wel. Er staat daar nog wel... Zullen we even meelopen? Ja, Angelo, ga je mee? Oh. Moeten we even... Deze meneer is de belangrijkste meneer, want die is meneer van de... Nee, serieus. Oh, echt? Mag het nog? Normaal 8 uur. Ja, het is er 8 uur? Nee, het is voorbij 8 uur. Nee. Ja, dan meen ik wel. Dan heb ik het eerste stukje heel langzaam gelopen. Dan ga ik nu de sokken erin zetten. Goeie reis. Hey, dankjewel. Oh, dit was dus echt de allerlaatste. Die heeft geluk, zeg. Ja, echt. Ja, de allerlaatste. Nee, dit is de eerste nee. Oei. Dit is de eerste nee, denk ik. Dit is de eerste nee. Oh jee. Oh jee, en er komen er nog 2 aan. Oh jee. Oh, ja. Een nieuwe reden hebben. Ja, wat gaan we hiermee doen? Zo. Oh, deze mannen zijn jullie al gescand? Al gelukkig maar. Ik vind dit vind ik chapeau hoor, dit. Ja, dit is echt grote klasse. Maar hij is nu grote weg, klasse van de organisatie. Ja. Nee, we hebben dit ook niet in beeld, zeg maar. Dit mag echt niet. Het is niet opgenomen. We hebben niks gedaan. Dit is niet opgenomen. Nee. Hierna weet niemand hier weer iets van. Dit was niet echt. Dit was niet echt. Ja, precies. Oh, maar ze komen met bier terug, zeggen ze. Dus dan is het misschien wel weer goed gemaakt. Heel goed. Daan, dankjewel. We gaan zo meteen kijken bij Albron achter de schermen. Tot zo, Gerry. Dag. Daan, die zit... Ja, zit je nou op een tafel? Ik zit op een tafel, Gerry. Ja, zeg.
Ja, dat moet gewoon kunnen. Ja, doe maar. Als je straks mij even schoonmaakt. Zeker als het dan, zo rustig is. Oh, hey, ik zal even vragen of dat moet. Doekje eroverheen straks. Ja, oké. Okay, doekje eroverheen. Ja, dat klopt. Ik zit hier met Doutzen. En Doutzen, ik vind, mijn wekker ging vanochtend om 3:00. Dat vond ik heel vroeg. Hoe laat ging jouw wekker? Vandaag ging die om 1:00. Om 1:00? Je bent wel echt nog naar bed geweest daarvoor? Ja, we hebben nog een uurtje tussendoor kunnen slapen. Vanavond. Oh ja, want eigenlijk heb je zeg maar gisterochtend geslapen. Ja, we meestal slapen van 12 tot 6 en dan gaan we eten. En dan nog proberen stad in te slapen. Oh, slapen. Ja, eigenlijk ja. Wel. Maar we hadden gisteren barbecue, dus dan loopt het allemaal iets uit. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja, dat is wel waar. Hey Doutzen, we zitten dus op de wedren. Er gebeurt echt werkelijk waar, nou ja, er gebeurt weinig. Voor de schermen, hè? Ja, je voor de schermen zijn, nou, alle wandelaars zijn weg. Ja. Dus hier voor de schermen gebeurt niet zoveel meer. Maar achter de schermen zijn wij nog druk bezig om verder op te bouwen voor de rest van de dag. Vooral als de wandelaars terugkomen. Ja, want het is altijd een beetje een mirakel, vind ik altijd, dat je dan, je bent hier en dan is het super druk en er is voor iedereen koffie met koekjes en suiker. En dan gaan ze lopen en dan denk je, er gebeurt hier niks en dan komen ze terug en dan is er ineens voor iedereen bier en fris en bitterballen en alles. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet zomaar in één keer gebeuren. Nee, achter de schermen, daar wordt nu alle bestellingen worden aangeleverd, alles wordt er aangevuld. Alles wordt, nou alles, groot deel wordt klaargezet voor de middag, zodat we straks iedereen zo snel mogelijk van dienst kunnen zijn. En hoe gaat het dan? Want jij werkt tot 1:10, zei je net al tegen mij. Klopt. De nieuwe ploeg komt nu net binnenlopen. Die beginnen rond 8:30, 9:00. En dan gaan we een overdracht doen, gaan we vertellen hoe de nacht was, wat er is blijven liggen, wat er nog moet gebeuren. En dan, dan nemen zij het van 9:30, 10:00 over en dan gaan wij ons bed in. En dan vannacht doen we het andersom. Heftig. Ja, ja. Dat is maar net hoe je er kijkt. En hoe laat moet het dan allemaal weer kant en klaar zijn voor de middag, zeg maar, voor de terugkomst? Ik heb zelf niet op de middag gestaan, dus durf ik niet helemaal te zeggen. Maar als wij om 10:00 klaar zijn, komen de eerste wandelaars al bijna terug. Dus vanaf 1:00 of 11:30, dan is het wel weer drukte hier. Wauw. En ik zag net al de eerste biervrachtwagens, want er staan natuurlijk in grote tanks hier. Klopt, ja. Dat wordt nu allemaal weer aangevuld en aangeleverd. En dan kan de tap zo weer open. Wat heb je nog meer besteld dan zo voor vandaag? Heb je een idee? Nou, eten ook. Broodjes, ja. Dat soort dingen. En allemaal benodigdheden voor achter de schermen. Schoonmaakmiddelen, dat soort dingen wordt ook allemaal besteld. Drinken, fris, koekjes. Eigenlijk alles. Alles. Wat we hier verkopen. En dan is het zometeen 10:00, gaan jullie naar huis. Dan komt de nieuwe ploeg, die begint dan dus. Die doet nog even een doekje over de tafels en dan is het weer klaar. Een grootste deel hebben wij net tussendoor opgeruimd. Alle bekertjes en papiertjes en rommeltjes die op tafel lagen, dat doen wij tussendoor van tafel halen. En straks geef je het laatste rondje alles strak trekken voordat iedereen weer komt. En nou vertelde jij net, hè, even onder ons, je komt uit Friesland, je studeert in Leiden. Dus je hebt niet zo heel veel met Nijmegen misschien. Nee. Is het dan leuk om hier te werken? Ja, ik ben wel een keer op de Vierdaagse Feesten geweest, dus nog niet helemaal onbekend. Maar het is wel heel leuk en werken iedere avond met dezelfde ploeg. Het is ook heel gezellig om iedere avond weer met z'n allen hier te staan. En dan helpen we elkaar er doorheen als we het even zwaar hebben. Dus het is gewoon heel gezellig en heel leuk om te doen. Wel. En de wandelaars te spreken 's ochtends vroeg voordat ze beginnen. Of ze het allemaal nog aan kunnen, even een praatje maken. En ze succes te wensen. Dat is wel het leukste om te doen. En heb je dan morgenochtend om 10:00 ook gladiolen hier voor jullie? Of, Dat weet ik eigenlijk niet. Moeten we daar even naar Niels kijken misschien. Niels, wat denk jij? Morgen gladiolen om 10:00? Oh, Niels zegt geen gladiolen, maar wel een biertje. Ja, komt goed. Je moet nog 1,5 uur. Ja. Succes, man. Dankjewel. Gerry, terug naar jou. Oké, dankjewel, Daan. Ja, mooi is dat. Je denkt er helemaal niet bij na dat soort dingen ook allemaal gewoon door moeten gaan. En ook moeten gebeuren natuurlijk. Hartstikke mooi.